Kluivert, ja! Kluivert 1-0. De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik. Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelden ziet. Je moet luisteren. Gewoon doen. Ajaxide, welkom weer bij een volgende podcast. Roy, uiteraard welkom. Dankjewel. Vaste bespeler, hè? Ja. Floris ook, vaste bespeler, welkom. En we hebben een speciale gast vandaag. Sean van Loen. Sean, ja. Welkom. Mooi dat je er bent. Want we gaan het hebben over het mooie boek dat over jou is verschenen door Rick van Leeuwen, over de Rooien. En er zaten zoveel mooie voetbalverhalen, anekdotes, maar ook wel pijnlijke momenten, want het is natuurlijk een heel leven is het bijna, wat er opgeschreven staat. Daar gaan we het over hebben. Nou, we gaan het over de klassieker hebben, uiteraard, mannen. Ja. En we gaan het over Ajax vandaag de dag hebben. Dus die combi, daar gaan we volgens mij wel uitkomen. Wat mij betreft gaan we eerst even kort dan terug naar de bekerwedstrijd, Barendrecht, wat mij betreft. Als we maar niet nog verder terug gaan naar afgelopen zondag, dan vind ik het prima. Nee, we komen wel af en toe terug, maar op zondag AZ op de mentaliteit en zo, want die komt ook wel ter sprake. Maar ik zou toch willen beginnen, want het was natuurlijk Barendrecht amateurs en zo. Iets wat bij Sean eigenlijk vandaan komt, waar hij trots op moet zijn volgens mij. Komt hij, Sean? Spanning is voelbaar, omdat die twee topploegen zijn. En er moet een beslissing uitrollen natuurlijk. Halverwege het eerste deel van de verlenging gaat Roy eruit en komt Van Loen erin. Nog 5 minuten. Blind. Pettersson. Van Loen! Ja! Het is gelukt voor Ajax en het gebeurt in de 11e minuut. Terwijl Van Gaal in de armen valt bij Van der Lem. Het gebeurt in de 11e minuut van het tweede deel van de verlenging. In een wedstrijd waarin kansen benutten een vreselijk groot probleem werd, is er dan hier aan Van Loen gelukt. Pats over Van Breukelen. En ondanks Popescu raak. Ja, Sean. Ja. Dat kan je je vast nog wel herinneren. Ik wel in ieder geval op de tribune. Ja, Olympisch Stadion. Ja. Ja. Potverdorie. En het was een moeilijke wedstrijd. Het was allemaal gedoe. Ja. Dat kan je ook nog wel herinneren. En toen kwam jij erin. Ja, nou ja, goed. Dit zijn wel wedstrijden die je bijblijft, weet je wel. En vooral als je dan ook de winnende scoort. En in de verlenging. En ja, het gevoel in het Olympisch Stadion, hè? In het Olympisch Stadion is sowieso, dat was altijd uitverkocht. Ja. Als je er speelde, was het altijd uitverkocht. Ja, je wist dat het een grote wedstrijd was, doordat het daar werd gehouden. Zeg ja. Maar, hè? Ja. Ja. Nou ja, goed, kijk, die tunnel is al mooi. Ja, en mijn eerste wedstrijden waren ook met het Amsterdam toernooi. Ja. Dat is mijn eerste herinnering, daar wou ik het met je over hebben. Ja. 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 Dus dat is sowieso wel iets unieks, dat je in het Olympisch Stadion loopt te voetballen. Ja. Zeker. En als klein kind heb je wel zitten kijken, maar ik denk van, goed, het valt wel mee, dat stadion. Ja. Maar als je er eenmaal staat, dan denk je van, ja, het is wel aardig. Het is wel aardig, hè? Het is wel aardig groot, ja. 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 Hey, we gaan zo naar Barendrecht, jongens. Ik geloof me, dat gaan we echt nog wel even behandelen. Maar ik weet het Amsterdam toernooi nog, dat jij, heb je 4 goals gemaakt. Ja. En dat begon tegen Fluminense, volgens mij, die Brazilianen. Die tweede, dat was een tegenstander nog meer van formaat op dat moment. Dat was Sampdoria, toch? Ja. Ik moet zeggen, ik voelde me ook wel helemaal een beetje bevrijd. En dat liep ook steeds beter en dat ging ook steeds beter. Ja. En zelfs in de allereerste competitie was het tegen Volendam. Ja. Daar scoorde ik ook de 1-0. Ja. Want dat was Jan Wouters kreeg rood. Ja, ook nog. Zeker. Ja. Was dat je eerste seizoen? Ja, klopt. Ja. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Precies, ik heb ook nog wel dingen uit die tijd, dus daar gaan we allemaal op terugkomen. Want je hebt anderhalf jaar uiteindelijk, hè, anderhalf seizoen bij Ajax gevoetbald. Dus daar willen we echt even over de details gaan we het hebben. Eerst maar even Barendrecht. Want Sean, heb jij wel eens tegen amateurs in de beker gevoetbald of niet? Oh, je hebt ook tegen amateurs verloren, hoor. Ja? Ja, met Utrecht. Ja? Oh ja. Ja, toen braken de supporters uit het amateurveldje wel af. Ja, daar wel. Ja, dat was niet zo prettig, nee. 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 Welke club was, weet je er nog ik snel vergeten waarschijnlijk. Kijk, we verloren in ieder geval. En, ja. Kijk, het is allemaal gemakzucht. Ja, hè? Daar gaat het om. Ja. Van, dat doen we wel even.
Ja. En dat was ook denk ik tegen Barendrecht. Ja. En ook al speelt de tweede helft aan de jeugdspelers allemaal. Ja, klopt. Maar dan nog moet je meer dan ja, die acht voelen keer allemaal aan van, oh ja, het is maar tegen amateurs. En juist die amateurs denken, ja, eens in ons leven spelen we tegen zo'n grote club. Die gaan er juist volop. Ja, nou ja, is dat ik juist moet zeggen, ze hebben het ook netjes gedaan. Ze hebben echt gekke dingen gedaan. Nee, en ze hebben nog aardig aangevallen ook. De allereerste kans was voor hun. Ja, ja, daarom. Absoluut. Ja, daarom. Ja. Ja, nee, maar dat klopt ook. Jongens, wat vonden jullie? Het was dus inderdaad veel talenten, toch? Je had ook kunnen zeggen, ten acht, doe even lekker een strafexercitie. Als je van AZ verliest, moet die gasten het gewoon maar tegen Barendrecht boven de 10 houden of zo? Weet je, hoe gaat dat? Ik denk niet dat dat zo werkt in de psychologie van de spelers, eerlijk gezegd. Nee, maar ook niet ik geniet veel meer van die wedstrijd. Die moet je gewoon lekker snel vergeten. Ik geniet veel meer van de randzaken. Zeg maar, zo'n keeper van Barendrecht, die Feyenoord supporter is, die dan na afloop toch gewoon het shirt van Onana wil hebben. En dan blijkt dat de reservekeeper van Barendrecht er al mee vandoor is. Dat is lekker dan. Terwijl het gebeuren, ja. Ja, en toen is hij alsnog naar Onana toegegaan. Heeft Onana een reserve shirtje voor hem geregeld. Dus ja, die het is allemaal goed gekomen, gelukkig. Ja, het zijn mooie dingen. Ik zag het ook aan de foto achteraf. En met z'n allen gewoon even op de middenstips ongeveer. Weet je wel, historisch moment. Ja, het was schitterend. Ja, dit soort wedstrijden. Je bedoelt, waren er nu natuurlijk de over van zowel basisdebutanten als ook echt debutanten die het laatste kwartier erin mochten komen en die het allemaal wel opvallend en goed deden, voor mijn gevoel. Die, ja, toch wel. Lienstond, die jankt die penalty er toch aardig in. Ja. Jezus, ja, als het dan je eerste goal is, het is weliswaar een penalty, dus je verwacht dat hij erin gaat. Maar de manier hoe hij hem erin rost, dat was wel aardig. En die van Axel Dongen, een paar mooie acties. Ja. Jij zei net ook al dat hij tweede was geworden in de Ajax iets van een wedstrijd. Basis van 15 minuutjes. Maar ik denk dat er eerder een soort proteststem tegen Darami is. Precies. Darami heeft vier man gepasseerd de hele wedstrijd. Het was in één actie. Ja. Toch? Ja. Dat was een hartstikke mooie actie langs de achterlijn. Jeetje man. Kost maar 17 miljoen toch? Ja. Ja. Ja, wat dan een gaatje over. Ja, dat is 17 keer balverlies ook in die wedstrijd, letterlijk. Is gefinkt. Dus dan, maar deze jongen die heeft het niveau van Ajax nog niet. Nee, hè? En of hij iets gaat redden, dat weet ik ook niet. Maar wil hij een beetje Tadić doen vergeten? Of de twee Brazilianen doen vergeten? Nou, lijkt me sterk. Ja, je kan nu al zien dat hij dat niveau veel te hoog gegrepen is voor hem. En dan zou het misschien nog best een nuttige kracht kunnen gaan worden. Even vanuit het positieve gezien. Maar. Ja. Even de debutanten, want we hebben ze even hier in audio voor jullie. Ja, daar droom je als kleine jongen van. En als je droom uit kan komen, is het een heel erg mooi gevoel. Het is een heel mooi gevoel natuurlijk. Het is iets waar je bijna 9 jaar lang naartoe hebt gewerkt. En het is mooi dat die droom vandaag eindelijk uitkomt. Ik ben blij. Ja, die laatste die was vrij kort af, zeg maar. Ja, dat was Christian Lienson, zeg maar. Maar die penalty inderdaad, die overtuigt in het kruis. Het is wel echt een IJslander qua emotie. IJslander, de nieuwe Kolbein is dat. Ja. Emotieloos. Emotieloos. De eerste was Jury Regeer. Die viel natuurlijk ook op een goed moment in voor Martinez, volgens mij. Ja, zo'n Ajax-jongen of zo. Ik weet niet of je dat kan zeggen. Maar veel hadden we het daar vorige week over. Ja. Dat toen zoveel, zeg maar, jongens meededen in de wedstrijd van Jong. Die eigenlijk tegen het eerste aanschurken. Ja. Dat je toen eigenlijk al, omdat ze tegen Emmen speelden, ze ook al een beetje onder de meetlat kon leggen van welke jongens gaan er het eerste mogelijk halen. Nou, volgens mij was de conclusie over het algemeen. Deze generatie, daar zitten niet echte de snijders en de van de vaartjes tussen. Nee. Maar Regeer en Taylor, die vielen wel het meest op. Ja, die zitten al een beetje wedstrijd in Ajax anderhalf eigenlijk. Ja, die trainen natuurlijk altijd mee en die mogen al invallen en zo. Ja. En, Regeer zou dat best eens kunnen halen, denk ik. Ja, zou misschien kunnen. Het is ook een verdediger. Ik moest een beetje aan Veldman denken als je door je oogwimpers keek. Zo in zijn met name ook houding, dat, zijn veelzijdigheid, zeg maar. Want Veldman heeft natuurlijk centraal achterin gestaan, rechtsback gestaan, verdedigende middenvelder. En volgens mij kan Regeer ook op al die posities uit de voeten. Ik denk dat het voor hem beter is om zich te laten specialiseren op één plek uiteindelijk. Ja. Maar goed, dat komt dan misschien nog wel. Maar ja, die jongens hebben natuurlijk allemaal te maken met het feit dat die lat bij Ajax veel hoger is komen te liggen dan, laat zeggen, 10 jaar geleden. Toen haakte hij misschien wat makkelijker aan. Ja. Nee, maar, dat is ook zo. En Amoricio Axel van Dongen. Ja. Dit vindt de stadion geen niet leuk. Dat gaat hij niet leuk vinden, die naam. Maar goed, die viel wel als je vergelijkt. Het is een speler, hè, John? Ja. Het was niet de lokale Chinees op de hoek. Nee. Het was, we heten niet meer Van Loenen tegenwoordig. Nee. Maar die zie je in zijn hele spelopvatting en benadering. Weet hij veel beter wat wordt gevraagd bij Ajax. Hij is natuurlijk een jeugdspeler ook. In vergelijking met die Darami, weet je. Die echt met 2,20 op de schoen daar rondrent, joh. Dan denk je van, hij deed ook iedere keer hetzelfde.
Ja. Had ik het idee. Ja. Van links en dan naar binnen. En dan dreigen met uithalen, maar net niet doen. En maar ook daarna geen idee meer hebben wat hij wel wilde doen. Nee. Zelfs ik had hem kunnen dekken. Ja. Nou ja, maar ja, goed, als jij er gewoon de buitenkant houdt. Want hij gaat alleen maar buitenom. En als je iemand de binnenkant houdt, nou, dan pak je hem ook de bal af. Ja. Ja, ja. Dus hij heeft maar twee dingen. Ja. Maar ja, toch in Denemarken zijn ze helemaal gek van hem, hè? Ja, toen hij daar wegging. Weer terug, toch? Ja, nou ja. Zo is dat. Het is wel, daar had hij natuurlijk weer zo'n hele vrije rol, weet je wel. Een heel ander spelopvattingssysteem. Denk ik, maar... Ja, Boyle is er toen gesproken. Die was super positief over. Ja, maar die is ook niet voor niks weggegaan. Waar ik zeg maar. Ja, nou, een beetje moeilijk, maar dat is wel... Je hoort ook zelden andere, weet je, collega's heel negatief doen over een landgenoot. Nee. Weet je wel, precies, dus dat is misschien ook allemaal vrij obvious hoe, als dat ze positief zijn over een... Waar komt u vanaf? Van Kopenhagen? Of van Kopenhagen. Kopenhagen, nou, dat is toch geen verkeerde club. Nee, helemaal niet. Ook Europees gewoon gespeeld. En dan zie je maar hoe hoog Ajax de lat ligt. Ja, en vooral nu de laatste jaren, omdat ze zo vaak naar de kwartfinale gaan, naar de Europa Cup of de Champions League. Ja. Ja. Dat niveau, dat is bijna nergens te krijgen. Nee, dus het is op zich niet zo gek dat ze jongen een jaar, misschien wel anderhalf, de tijd krijgen om zich aan te passen en op dat niveau aan te pikken. Ja. Pinken. Maar toch zijn er nu toch best wel... Het zijn gewoon pikken. Ja. Pikken. Hij pikt. Spreekt maar laat hij dan... ja, precies. Maar Jan hoopt dan... Hij heeft van alle... zeg maar reserves, toch nog wel aardig wat minuten gemaakt. Net als Neres trouwens, hè? Maar daar weten we van in 2019 hoe goed hij ook kan zijn. En ik weiger te geloven dat hij dat helemaal kwijt is. Maar langzaam maar zeker, weet je, ook hij... Ja, maar dat is ook te lang, is ook te min. Ja, hè? Maar het duurt lang voordat hij dat niveau van 2 jaar terug weer... Jij vindt in algemene zin, John, dat hij eigenlijk niet het niveau kan aanhalen? Nee, want als hij erin komt, gebeurt er niks. Nee, dat gebeurt gebeurt wel wat, maar veel te weinig. Ja. En het is sporadisch dat hij naar binnen trekt en dan wat links schiet. Ja. Hij gaat niet buitenom, hè? Zoals zijn collega. Ja, Anthony. Ja, dat verschil is enorm. Ja, ja. Precies. En dat klopt ook wel. De dank aan Anthony natuurlijk. We gaan het over leukere dingen hebben. Ja. Jouw boek is alweer een tijdje verschenen volgens mij. Hè? Je bent met Rick van Leeuwen, leek het even ondergedoken soms. Hij kwam bij je bezoek. Ja. Zo kon ik dat wel teruglezen, ook thuis af en toe. Nou ja, hij is behoorlijk veel thuis geweest. Ja. Ja. Ja, klopt. En wat was jouw overweging om ook een boek te gaan maken? Want dat gebeurt veel. Nou, ik was helemaal niet van plan om een boek te maken. nee. Maar ik was trainer van de VV16. Dat zijn spelers die geen contract meer hebben. Ja. En dan train je in de zomer 6 weken met ze. En dan speel je ook tegen alle BVO's. Ja. Maar goed. En hij schreef daar ook altijd stukjes over voor de VVCS. Oh, okay. En zodoende kwam ik aan de praat met hem. Hij zei, wil je eens een keer een boek maken? Ik zeg, ja. Kan. Maar ja. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. Maar dan moet je wel natuurlijk goed over nadenken. Want ja, je gaat wel een boek schrijven. Ja. En dan moet wel natuurlijk alles in staan. Ja, dat vind je. Je bent er wel vanaf. Je moet er vol voor gaan of niet. Hè? Dat is een ik kan ook wel leugens in gaan zetten. En dat doen heel veel de spelers van. Ik ben daar geweest en ik heb zoveel hoeren gehad. En huppedeppee. Ja, nee. Dat willen ze lezen. Ja. En die luister je mee. Ja. 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 Nou ja, goed. Kijk, dat moeten hun allemaal weten. Tuurlijk. Wij hebben gekozen voor iets anders. En kijk, voordat wij dat boek probeerden te schrijven, kreeg ik een hartinfarct. Ja. En dan heeft dat natuurlijk ook een tijdje stilgelegen. Snap ik. Ja, en dat was ook een zwaar verhaal, toch? Nou. Als ik dat moet teruglezen, hoe dat ging. Naar het ziekenhuis, geen vervoer, dokters die je wegsturen. Ik kan er nu om lachen, om mezelf te gaan. Dat was ik niet eens meer. Nee, dat was de laatste keer dat je er was. Zeiden ze ook, nou, gefeliciteerd dat je er nog bent. Ja, hè? ja, dat is ook zo. Ja, ja, idioot, hè? Ja, die dokter heeft een paar fouten gemaakt. Ja, hè? Ja. Nou, wij vinden ook fijn dat je er nog bent, serieus. Hè? Want, ja. Maar dan schrik je wel, toch? Dat heeft wel impact. Ja, toch? Ik wist niet dat het zoveel pijn deed. Je krijgt pijn op je borst. Nou, ik heb liever een paar schoppen voor je flikken. Ja, dan een pijn op je borst. Ja, hè? En dat doet echt, dat is echt pijn. Ja. Ja. Ben je er nog onzeker? Hoe voel je nee, je nee, nee. Ik sport 4 keer in de week. Fijn. Ik ben vanochtend nog, ik fitness elke dag. Ja. En, dus ja, 4 keer in de week. Dus dat is prima, joh. Ik raak je dan wel eens een bal aan? Jawel. Ja, ik heb een kunstenkel nu, hè, dus het is al moeilijk. Ja, en die andere enkel is ook naar stukken. Pff, ja, dus alles is kapot daar beneden. Ja. Nou, ik vind het een imponerend verhaal, sowieso dat hele boek. We gaan heel erg focussen natuurlijk op je periode bij Ajax. Dat is niet zo gek, omdat we nou toch hier zijn. Oh, de Feyenoord. Ja, maar dat komt daarna. Daar mag je van alles over vertellen. Tot zover. John, dankjewel. Ja. We halen natuurlijk het Ajax-deel eruit. En
is ook wat opvalt, John, daar mag je straks ook iets over zeggen. We gaan zo'n instartje doen. Is altijd met mensen weer vraagtekens hebben als Van Loon daar dan komt. Hè? Dus we beginnen eventjes bij een instartje bij Ajax. Daarvoor gaan we ook nog even bij Anderlecht langs, wat mij betreft. Want dat vind ik ook een heel interessante club daarvoor. Maar we beginnen even met dit instartje. Van een bekende, die jij misschien ook wel herkent. Oké. Groenendijk is nog wel te volgen voor de meeste mensen, maar ik hoor al de hele dag gemor over John van Loon. Ja, dat is toch een beetje in het verleden gebeurd natuurlijk allemaal. Omdat hij dus ook bij Anderlecht niet altijd in de basis stond, zeggen de mensen, ja, we moeten nou met van Loon. Maar wij hebben dus echt zo'n mannetje nodig die nou eens ook doelpunten kan maken. Vorig jaar is dat een klein beetje ontbroken erin. En helemaal met onze vleugelspelers die veel voorzetten geven, hebben toch een kopsterke middenvoor nodig, zeg maar. En de mensen zullen het zien, zeker weten. Volste vertrouwen in Van Loon, echt waar? Ja, echt waar. Ja. Straalt iets uit en zegt het is er wel weer, dus is goed. Ja, dus is goed. Bob, hè? Ja. Ja, man. Oh, die heb ik ook zo vaak gehad. Nou, niet vaak gehad, maar die heb ik wel een paar keer gehad. Hersteltraining. Ach, man. Ja. Dan ga je dood. Ja, dat is nog de oude stempel. Ja, hè? Bankje erbij. Bankje erbij. Ik had 20 ballen. Ik wist dat, die oefening wist ik nooit. Hè? Dus nee. Ik denk, nou ja. Dus 20 ballen naar de andere kant proberen te schieten. En, erachteraan. Ja, erachteraan. En dan ging je weer. Oh, ja. Maar ja, we waren fit. Ja, echt hè? Ja. Ongelooflijk. Ja, als je die overleefde, dan was je fit hè? Ja. Nou, dat was de laatste training. En dan was je klaar om de wedstrijd weer te beginnen. Ja. Je kwam van Anderlecht. Laten we even kort teruggaan naar Anderlecht. Dan had je een trainer waar je niet heel erg happy mee was, volgens mij. Nou ja, kijk, ik werd gekocht en toen kwam ik uit de WK. Dus ik kwam wel 2 weken later kwam ik bij de club. En toen waren ze al bezig. En het niveau dat was hoger dan bij Rode JC. Daar kwam ik vandaan. Ja, dan moet je je aanpassen. Maar dat vergt tijd. Altijd. Kijk, we hebben het over de Karami. De Rami heeft ook moeite natuurlijk. Ja, maar ja, die zit al een jaar. Of hoe lang zit hij hier al? Nee, ja, maar goed. Ik denk, weet je, om het dan vergelijk te maken. De Rami is een aankoop. Waarbij je misschien jongens uit de opleiding hebt. Die misschien al veel langer erover doen om aan te haken. Maar die krijgen rustig de tijd. Jij was natuurlijk ook een aankoop. Ja. Een Nederlander uit de Nederlandse competitie. Die het WK in Italië, denk ik, hè, mee was geweest. Ja. En daar hoort een verwachtingspatroon bij. Ja, het is ook zo. En dat heeft de Rami, die heeft dan wel eens waar. Ja, was hij erbij in het EK eigenlijk? Bij het EK? Hij heeft wel Interlands al gespeeld. Maar goed, Interlands voor Denemarken en een aankoop en 12 miljoen voor betaald. Ja, daar verwachten we heel wat van. Ja. Ja, dan. Maar goed, Atemos was de trainer. Hè? Ja, ja. Daar gaat dan ook het verhaal over dat ik op een goed moment echt heel erg boos op hem was, toch? Of niet? Nou, kijk, de eerste wedstrijden gingen niet zo goed met de club. Hè. We wonnen eentje en verloren, of speelden gelijk en eentje verloren. En dat dus, toen moesten we thuis spelen, toen moest ik bij hem komen. Toen zei hij van, ja, ik kan je niet laten spelen. Ik zei, nou ja, hij zegt, vertel me waarom dan. Hij zei, ja, hij zegt, het is jouw hoofd en mijn hoofd, maar ik kies liever jouw hoofd dan mijn hoofd. Ja. Dus ik zet je eruit, dus je zit op de bank. En dat was lekker makkelijk. Ja, maar goed, het gaat er ook om, als je bij Ten Hag komt, denk ik, gaat het heel anders. Dat is de aanpak nu ook, vandaag de dag, met de begeleiding, alles eromheen, veel grotere technische staf. Ik denk dat je bij Anderlecht kon je heel veel biertjes en wijntjes, denk ik, krijgen overal. Want dat was natuurlijk wel het bourgondische leven, min of meer. Maar de begeleiding was ook heel anders, toch? Ja, wij hadden niet zoveel. Ja, kijk, we hadden een assistenttrainer, looptrainer, een fysiotherapeut en een dokter en een hoofdtrainer. Ja. En dat was het. En dat was de topclub van België. Ja. Ja, en zo was het eigenlijk ook bij Ajax, hè? Want we hadden natuurlijk Van Gaal als assistenttrainer, Beenhakker als hoofdtrainer. Ja. Ja, en dan hadden we de fysiotherapeut en de dokter. Ja, ja, ja. Het was toen de tijd ook tijdsgeest, andere begeleiding ook wel, denk ik. Ja, maar het kan ook niet anders, hè? Want er zijn zoveel dingen eromheen. Hè? Want ik moest voor mijn punten, voor mijn licentie, dan moet je dat halen. En dan moest je naar, ik moest naar Nieuwegein. En dan krijg je al die trainers die gaan dan iets zeggen over wat ze met de data. Ik zeg, wat interesseert mij dat nou, de data? Ja. Ja, ik heb liever iets anders horen. Ik wil liever wat anders horen dan data. Data is voor de club zelf, voor de spelers zelf. Ja. Ja, die zijn het rood, die zijn het blauw en die zijn het geel. Nee. Dat zou mijn rotzorgen zijn. Nee, je gaat de ontwikkeling van spelers als van je trainer bent, oké, dan doe ik dat bij de club ook. Ja. Zo simpel is het, maar ik hoef dat niet te horen. Nee.
Ik kan ze hele verhalen vertellen. Ja, en niemand, die vallen bijna in slaap. Ja. Nee. Ja. Toch, Atemos heeft wel een schoen voor je ontweken. Toch, zo is dat al. Ja. Ik had hem bijna geraakt. Ja. 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 Nee, we speelden, we speelden thuis en we stonden voor met 3-0. Ik scoorde ook nog. Ja. En we zitten zo. Ik zet mijn voetbalschoenen nog een beetje los te maken. Eerst naar los en dan probeer ik ze weer vast te maken. En toen zei jongens, we gaan wisselen. Dus we stonden elkaar allemaal zo aan te kijken. En hij zei, ja, Verloen, jij gaat eruit. Ik denk, hè? Hoor ik het nou goed, joh? Ja. Dus ik denk, nou, mijn schoen is toch al los. Ik pak mijn schoen, ik gooi hem zo naar zijn hoofd toe en miste op een haartje. Ja. Ik hoorde Van Tichelen nog zeggen, niet doen. Ja. Ja. Ik zag dat toen ook, ja. Ja, nee, wel goed. Oké, we proberen even zo in de microfoon te pakken. Dat is belangrijk. Want toen toch kampioen geworden met Anderlecht. Ja. En 3 miljoen naar Ajax. Ongeveer. Ja. Van horen zeggen, geen idee, maar het gaat even niet om het bedrag. Ja. Maar uiteindelijk was het voor jou dus van, hé, wat gaan we nu doen? Welke kant gaan we op? En toen kwam Ajax op een gegeven moment. Kun je daar iets over vertellen? En ook over je eerste moment, want dat heb je me net ons ook even verteld, en dat vonden we hartstikke mooi, hoe je daar aankwam, zeg maar. Ja. Ja. Nou, nee, we zaten in vol in de voorbereiding en ik was topscorer van de voorbereiding. Ja. Dus ik voelde me stukken beter. En ja, en toen kwam Ajax. Rob Jansen was mijn zaakwaarnemer en die belde me op. Hij zegt van, Ajax wil je hebben. Ik zei, oh, ja, ik zeg, maar ik zit hier prima, joh. Ik hoef voor mij niet weg. Nee. Nee, en, maar het was net zo, ik kreeg net te horen dat ook Johnny Bosman, die zou komen. Dus ik had Atemos nog gevraagd van, komt hij nou? Nee, die komt niet, joh, die komt niet. Ja. Maar puntje bij paaltje, ik ben naar Ajax gegaan voor 3 miljoen. En mijn allereerste dag, ik had nog een rode Mercedes, een Belgisch kenteken. En ik vroeg aan de portier, want ik moet zo trainen. Hij zegt, oh ja, nou, zeg, de vragen wel meer. En dan zeggen er wel meer mensen. Ja. Ik zeg, wil je alsjeblieft bellen? Ja. Ja. Hij zegt, waarvoor moet ik bellen? Hij zegt, je komt er niet in. Ja. Ik zeg, is ook goed, dan heb ik een dag vrij. Ja. Ik zeg, maar wil je alsjeblieft nog even bellen? Ja. Dan ging hij bellen, toen schaamde ze eigenlijk wel. Hij zegt, oh sorry. Ja, ja maar toch. Ja, ja. Hij zegt, ja toch, je bent er toch. Ja. Mooi. Maar zei dat iets over je reputatie of je bekendheid op dat moment? Heb je dat, ik denk dat die man helemaal geen verstand van voetbal had. Nee, je moet gewoon zeggen, want je was toch in een kwartier. Nee, maar kijk, hij kan je ook in de maling nemen. Ik had hem ook niet toegelaten, denk ik. Ja. Als je hem niet wil hebben. Op zich deed hij zijn werk goed, maar een beetje overdreven misschien. Misschien dat Bobby Harms hem dat wel ingefluisterd. Van als hij Roy aan de poort staat, dan... Oh, dat zou zomaar kunnen. Maar vanaf de allereerste dag ben ik goed opgenomen, hoor. En, Je had een beetje, maatjes waren een beetje Robbie Alfle, denk ik. Was ook nieuw, hè? En Alfons en Fons Groenendijk, denk ik ook. Nou, maatjes, kijk, ik reed elke dag met Jan Wouters en met Robbie Alfen mee. En Jan Wouters woonde bij mij om de hoek in IJsselstein. Ja. En Robbie Alfen, die woonde in Houten. Ja. Dus dus ik pikte eerst Wouters op en daarna gingen we naar Houten en daarna gingen we hier naar Ajax. Ja, wat ik wel mooi vond, dat heb ik dan ook al begrepen. Wouters kan natuurlijk wel aardig zijn, maar ook weer niet, hè? Nou, Wouters moet je niet in je ploeg hebben. Nee, het is doodzonde. Ja. Niet qua voetbal of tactisch. En dat is, daar is hij het meeste in. Hè, maar je moet niet bij hem in de partij zitten in een training. Nee. Want dan scheelt hij helemaal verrot. Hij zei altijd tegen mij van, jij kan er helemaal niks van. Nou, dat is goed voor je moraal. Serieus, ik kan me voorstellen dat dat best moeilijk is. Ja, het is moeilijk. Maar ik heb hem al op Utrecht gehad, hè, dus ik wist precies wel wie het was en wat hij allemaal deed. En dan is de training afgelopen en dan is het weer je grootste vriend. Ja. Is dat ook de reden waarom Cruijff hem zo graag bij Ajax wilde hebben? Wouters is echt iemand die Ajax nodig had. Ja. Echt zo'n schoffie op het middenveld, maar die zei ook precies wat er gevraagd werd. En hij was tactisch heel erg sterk. Ja. Die training en zo, want je moest wel aanklampen waarschijnlijk, toch? Dat heb dat viel wel mee. Ja, viel wel mee? Ja. Sorry. Alleen, als je wint, als je een wedstrijd had gespeeld, dan gingen we altijd een rondootje spelen beneden in het stadion van de Meer. En, sporthalletje, toch? Een sporthalletje, dat is een beetje op kunstgras. En dan gingen we altijd een rondootje doen. Ja. En dus mijn allereerste rondo, ik moest in het midden. Dus dat is geen probleem. Maar ik stond er alle 20 minuten in. En toen zei ik van, ik ga naar huis. Ja, serieus? Hè? Ja, ik ben naar huis gegaan. Echt? Ja, maar letterlijk, hè? Ja, ik ben ook letterlijk weggelopen. En ik zeg, ik stop ermee. Ja. Ik zeg, dat ga ik niet doen.
Ik zeg, ben een beetje van gek, joh. Ja, zeg, wat voor spelers waren dat? Dat waren de basisspelers die altijd in dat rondetje stonden. Of kijk, tennisvoetbal en kopspelletjes, dat deden we ook heel veel. En die won ik wel. Ja. Ja, en, maar dat rondootje, dat ging zo snel. Ja. Dus zelfs Menzo, die was het meeste daarin. Ja. Maar goed, als jij er altijd in stond, kwam je er ook heel moeilijk uit. Ja. Wie er ook in stond. In het midden, ja. Dat is voor iedereen is eigenlijk. Of het nou Bergkamp was of ikzelf. Ja. Ja, ik stond er al bijna 20 minuten. Ik zei, ja, ik ga naar huis. Flikker op. Ja, dat is wel een autootje gepakt gewoon op. Ik ben naar huis. We gaan douchen en ben naar huis gegaan. Ja, echt, hè? Autootje gewoon in. Ja. Zo. Ja. Toch, hè, even de start. Want ik zei net, Amsterdam toernooi vond ik echt mooi. Want ik zat daar ook gewoon op de tribune. Was natuurlijk traditioneel begin van een mooie voetbalseizoen. Mensen een beetje rustig aan, biertje op de tribune. En jij scoorde gewoon 4 keer dat toernooi. En je kwam ook echt enthousiast naar de tribune toe. Want het was mooi. Je was echt je was blij. Dat is een beetje bevrijdend. Nou ja, als je scoort ben je altijd blij. Zeker. Weet je wat ik niet snap? Is dat sommige mensen niet juichen. Ja, dit. Ik snap er helemaal niks van. Ja, Haller, hè? Die, Nou ja, kijk, Haller is emotieloos ook. Ja. Ja. Ja, nou ja, kijk, als ik 4 keer scoor tegen voor de Champions League. Ja, toch? Ik zou gek worden. Ja, helemaal uit je dak. Ja. Ja, maar hij niet. Nee, klopt. Ja, ja. En weet je, startcompetitie was ook nog goed. Ja. MVV ging goed. Ik dacht Fortuna. Maar toen kwam Fortuna. Je had gescoord. En toen? Ja, nee. Ja, je had natuurlijk met Leo Beenhakker, dat was de trainer op dat moment, had je best een goede connectie, toch? Ja, nou, die hadden we ook gehaald. En, dus Fortuna kwam. Dus daar scoorde ik ook in. Die wonnen we ook. En na de wedstrijd zei Beenhakker van, ja jongens, ik ga weg. Ik ga naar Real Madrid. Ja. Nou, hij had die deur uit en Van Gaal kwam de deur in. Ja. Dus dat was de nieuwe trainer. Ja, ja, wij begonnen allemaal te lachen. Ja, ja, je dacht, Gebbertje, geintje of wat? Of, Nee, maar dus de volgende dag kwam hij weer terug. En nou, toen kwam die man met een hele grote boeken en een tas. En dan gooide het zo over de vloer. Hij zei, ja, we gaan nu nabespreken. Nou, we begonnen echt te lachen. Ja, en toen kregen we allemaal een beurt. Dus iedereen moest zeggen wat hij ervan vond. Ja. Nou, toen kwam die ook bij mij. Ik zei, nou ja, ik vond het wel heel goed. Ja, ik scoorde, dus je voelt je goed. Hij zei, je was slecht, heel slecht. Ja, je hoort het heel gaas. Je hoort het hem zeggen. Ja, 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 ja. Ja. Maar dat doet hij niet bij mij alleen, hoor. Dat deed hij ook bij anderen. Ja. En er is ook een filmpje. Daar speelden we tegen Rood was Erfurt. In die kleedkamer. In de kleedkamer. Ja. Toen maakte hij mij helemaal af. Oh ja? Ja, toen stonden we achter met 1-0. Hij zei, dat kon niet. En ja, je moet oorlog maken voor Loen, zei hij. Maar dan iets harder. Ja. En ook zo'n stukje van mijn neus dan. In Duitsland. Echt, hè? Ja, Oost-Duitsland was dat nog, hè? Ja. En we wonnen wel die wedstrijd met 2-1. Dat is opgenomen door een materiaalman van Rood-Wijs Erfurt. Oh ja. En inderdaad, Van Gaal was door alle muren en deuren heen te horen. En jij kreeg op je laars. Ja. Hoe is dat, John, als Van Gaal inderdaad zo in je omgeving komt, zo dicht neus aan neus? Ja. Wat denk je dan als speler? Nou ja, in het begin denk je van, nou, die is niet goed, joh. Ja. Die is niet goed. Ja, maar hij had natuurlijk toch helemaal niet de reputatie die hij daarna heeft verkregen. Weet je, het was natuurlijk zijn eerste stap als hoofdtrainer bij een grote club. Met de rol als assistent, waarbij je dus, denk ik, normaal gesproken een assistent niet helemaal voor vol aanziet als selectie. Dat is alleen bij de hoofdtrainer. En ineens wordt dat de hoofdtrainer. Ja, maar Gerard van der Lem, die was assistent. Hè? Dus, ja. En die twee, ja, dat was wel een aardig koppel. Hmm. Ja, natuurlijk. Die hebben een paar jaar bij elkaar gezeten. Ja, was dat dan een beetje good cop, bad cop? Ja, dat is ook wel zo, want Gerard van der Lem... Kijk, wij speelden de Europa Cup wedstrijden en toen moesten we... Ik weet nog god niet of het Katwijk is, daar waar we altijd zaten. Kallens Oog, denk ik. Kallens Oog voor Europees, bedoel je. Ja. Trainingskampje, even daar trainen. En, maar hij rookte altijd sigaren, dus hij liep altijd de gang op. Maar ik sliep met Robbie Alfla altijd. En, maar wij praten wat harder en ten noorden. Ja, je moet wat zachter praten en, of slapen. Ja, waar ging hij slapen, maar... Maar je zag gewoon die rook onder de deur vandaan komen. Dus hij zat gewoon te luisteren. Ja, dus we deden heel snel de deur open. En zei, wat is dat? Nee, ik liep voorbij. Rustig. Ja. Ja, nee. Ja, maar Gerard van der Lem was een heel ander type. Was veel amicaal. Ja, die was ook veel rustiger. Toch? Ja. Veel rustiger. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Maar die twee voelden elkaar goed aan. Het was een twee-eenheid. Hè? Dus dat is prima. Ja. Toch voor jou wel anders. Hè? Van Gaal, compleet andere trainer dan Beenhakker. Vertel eens eventjes, want ook voor een Europese wedstrijd ging je aan jou vragen van... hoe moeten we spelen, John? Nou, nee, dat was de finale. Dat was de finale tegen Torino. Ja, volgens mij en Bergkamp was ziek. Dus ik zou sowieso dan spelen.
En we hadden ook zo getraind. Maar hij vroeg s'avonds, hij van, kan je even komen? Ik zei, nou, prima joh. En toen zei hij van, hoe zou jij spelen? Ik zeg, nou, na de wedstrijd daar in Torino, ik zeg, ik zou het middenveld toch wel dichtgooien. Hij zegt, oh, dat is goed joh, dat speel jij niet. Ja. Dat is lekker, zeg. Nee, zo, maar zo ging het. Robbie Alver, die werd op het middenveld gezet. Ja. Ja. Ja, maar hoe reageer je daarop op dat moment? Want dat is een droom die een beetje... Nou ja, het is jammer. Ik ging alleen naar de kamer terug en toen zei ik tegen Rob, jij speelt dan morgen, ik niet. Ja, ja, zo gaat het. Hè? Wat heb jij van dat UEFA Cup seizoen... je hebt hem gewonnen. Ja. Heb je veel minuten gemaakt in de Ja, in de finale heb ik ook nog wel gespeeld. 65 minuten kwam je erin. Ja, ja. Ja, ik had wel een hele grote kans alleen om te keepen. Ja. Die schoot ik in de handen. Ik denk nog bij mezelf, hoe is het mogelijk? Ja. Het was moeilijk in de handen te schieten dat hij erin ging. Ja. Ja, nee, maar goed, we moesten uitwedstrijden spelen in Düsseldorf. Ja, de eerste drie. Straffen van UEFA. Ja. En de eerste wedstrijd in het Olympisch Stadion was tegen Gent. Ja. Gent? Ja. Aan Gent. Ja. En daar ging namelijk hetzelfde verhaal ook voor de wedstrijd dat Van Gaal ook naar je toe is gekomen. Oh. En jij vroeg van, hoe moeten we gaan spelen, John? Oh, is het zo? Toen dacht jij van, oké, Patterson concurreert, nou goed, dan kom ik er wel in en zo. Toen zei hij ook, ja, drie spitsen, je hebt gelijk, maar jij speelt niet, John. Dat heb je, het staat ook in je boek. Dus dat, nee, dat volgens mij heb ik dat niet verteld. Nee? Oké, nou goed, maakt niet uit. Het is in ieder geval duidelijk dat het bij de finale wel zo was. Hè? Ja. Klopt, toch? Maar ja, goed, hoe zat jij op de bank daar tijdens die finale? Want dat is natuurlijk... Nee, want kijk, Torino, dat was gewoon een meedoogloze ploeg. Ja. Die schopte alles weer los en vast. Ja, kijk, op het laatst, Patterson zijn arm gebroken. Nou, dat was echt gênant. Ja, bij de cornervlag. Bij de cornervlag, ja. Die gozer die trappen ons op zijn arm. En ik hoorde hem zo knakken. Ja, man. Ja, dus die jongen die gelijk naar het ziekenhuis. Ja. Maar goed, en als je dan wint, dat is helemaal leuk. Hè, want dan, ja, euforie, ja. Jongen, dat is niet normaal. Echt, hè? Feest. Jij bent ook wel van de feesten, toch? Nou ja, goed. Ik hou wel van een beetje zingen. Ja, iedereen. Ik kan niet zingen, maar ja. Ja, mooi. Ja. En moest je dan als een soort eerste verdediger het verhaal tegen zeggen? Jij gaat alles afstoppen, John, en ze mogen niet over de middenlijn. Oh, nee. Dan kreeg je wel een aanvallende opdracht gewoon. Ik had gewoon een aanvallende opdracht. Okay. Kijk, je werd er wel teruggedrongen. Ja. Omdat hun... Op dat moment waren ze wel iets beter dan ons. We hadden natuurlijk wel een engeltje, de bal op de lat. Maar goed, door onze aanvalstijl en hele snelle counter kwamen er toch heel goed uit. En dat was een van de momenten waardoor ik alleen op de keeper kwam. Ja. En dat ik hem eigenlijk de 1-0 had moeten maken, dan was het afgelopen geweest. Ja. Maar het is wel leuk als jij de bal krijgt en de scheidsrechter fluit af. Ja, dat doe je even zo naar die jongen en dan zeg je nou, op zouten. Ja, precies. Ja, het waren ook moordenaars, hoor. Ja, echt, hè? Ja. Mooi, man. Echt, Ajax was toen echt weer helemaal terug eigenlijk Europees. Hè? Want dat is natuurlijk vanuit een hele moeilijke periode, begin jaren 90, naar toch zo'n UEFA Cup winst. Precies. En is doorgezet. Europa Cup 2, ja. 87 en 88 nog een keer de finale. Toen staafincident, heel lang niks. En daarom. 92, ja. En toch ook wel door de start met Van Gaal. Of het dan een geluksfactor is, ja of nee, dat weet ik niet. Maar... is het nieuwe decennium begonnen, zeg maar, waarin je alles wil? Goed. Ja, kijk, hij is natuurlijk wel een goede trainer. Ja, natuurlijk. Kijk, dat doet hij nu ook met het Nederlands elftal. Ja. Je kan wel zeggen, hij is niet goed bij zijn hoofd. Nou ja, kijk, als je met hem gewerkt hebt, dan denk je, ja, nou ja, soms wel, soms niet. Maar hij weet nog steeds wanneer mijn zoon jarig is. Ja. Bijvoorbeeld wanneer je bruiloft is. Ja, hij weet alles nog. Ja. Weet hij alles, hè? Dat is ongelooflijk. Ja, totale mensprincipe. Totale mensprincipe, ja. Ja, nou, maar ja. Kijk, wat ik ging nog... Toen ik speler was van SU Utrecht, kwam ik hem tegen op Mallorca. Was hij speler van Sparta. En had hij nog zijn eerste vrouw, hè, die korte tijd later is overleden. Ja. Gingen we gewoon op vakantie met elkaar. Ja, toch. Ja. Ja. En dan één keer is het je trainen, maar ja. Is toch maar vet, hij is niet veranderd, hoor. Als speler was hij ook zo. Ja, hè? Ja, joh. Ja. Die zou maar in je elftal hebben zitten. Ja. Zou toch gek worden? Ja, heb je nou liever Van Gaal of Wouters? Nee, dan heb ik nog... Ja. Dat is moeilijk, hè? Dan heb ik liever Wouters. Nee. Toch, hè? Ja, ja, Wouters is gezelliger. Ja. Sowieso. En als je die achter je hebt, dan weet je van... Nou ja, als je die bal... Weet je, hij gaat ook duelletjes voor je winnen. Als nou, nee, maar in de wedstrijd kon Wouters ook heel erg vervelend zijn, hoor. Ja, en als je zeker niet je opdracht uitvoerde, dan schold hij ook helemaal verrot.
Ja. Is dat misschien wat Ajax dan misschien nu wel eens mist in bepaalde wedstrijden? Dat iemand dat even doet? Ja, eigenlijk zou Blind dat moeten doen. Ja, of Tadić. Tadić hebben we het een keer zien doen tegen Dest, hè? Ja. Twee jaar terug. Op zijn plek zetten toen. Echt op zijn plek zetten. Helemaal uitvoeteren toen bij Heerenveen inderdaad. Maar dat zie je sowieso tegenwoordig niet zo vaak meer, heb ik het idee. Nee, vroeger was het scheer en inslag. Ja. Je moet dus weten in de kleedkamers, jongen. Dat is niet normaal. Ik deed het zelf ook als je ouder bent en je werd aanvoerder. Ja, dan ging ik ook wat een keer, hoor. Ja. Ja. Hey, en dan toch het tweede helft van het seizoen daarna, zeg maar. Toen je bent uiteindelijk in de winterstop ben je overgegaan. Ja. Vertel even hoe dat ging, want ik geloof dat Ron Willems er toen ook nog bij zat, hè, als een soort concurrent. Ja, Ron Willems die viel heel vaak in ook. En, dus ja, Feyenoord stond voor de deur. Ja, ik had er helemaal geen idee van dat ik naar Feyenoord zou gaan. Ja. Maar ik was nog geblesseerd, want ik volgens mij had ik mijn hamstring blessure. Ja. En ik had mijn enkel nog. Ja, dus... Maar ik was wel weer aan het voetballen bij Ajax, maar... Wat was de situatie toen? Jij zegt Ron Willems, Pettersson en Bergkamp. Waren die toen? Was Bergkamp en nog? Ja, was er nog? Pettersson was er nog? Ja. En je moest... Ik weet niet of dat klopt, maar dat checken we nu even bij. Kaiserslautern, die wedstrijd, Europees. Toen moest je heel lang warm lopen, uiteindelijk. Kaiserslautern hebben we niet gevoetbald. Ja, jawel. Nou, lees hem even terug. Je zei toen op een gegeven moment... Het kwam Ron Willems er dus in plaats van jou. Oh, dat kan. Dat is toen gebeurd. En dat zijn allemaal natuurlijk momentjes geweest... waarvan je dacht van, ja, kom op even, zeg. Ja, ja. Nou ja, ik heb me niet herinneren. Maar als dat zo is, ja, nou ja, goed. Maar ja, ik had het gewoon prima naar mijn zin bij Ajax. Ja. Hetzelfde geldt ook bij Anderlecht. Had ik het ook goed naar mijn zin. Ja. En, je gaat steeds beter voetballen. Ja. Ja. Hoe was jouw band met de supporters? Want we hoorden natuurlijk net met die instart... die mevrouw die met Bob Harms sprak. Ja. Dat was niet overtuigend, hè? Nee, die mevrouw niet, maar ik vond Bob de woorden van Bob Harms waren warm, zou ik zeggen. Ja. Hoe heb je dat beleefd? Oh nee, prima. Mijn eerste wedstrijd toen ik met Feyenoord tegen Ajax speelde, dus in het Olympisch Stadion, werd ik toegezongen. Ja. Dat vond ik wel heel verwarmend, ja. Ja, dat is toch mooi. Ja. Cynisch of oprecht? Nee hoor. Nee, volgens mij was dat oprecht. Ja. Ja. En die wedstrijd speelden we toen 2-2. We stonden 2-0 voor. Ja. Met Feyenoord dan. Ja, klopt. Ja. Ik heb ook een fragmentje van een oud collega. Ja. Een collega Silvia Di Liberto van Roda. Die vertelt daar ook toch iets over wat Floris net vroeg. Van, hoe ging dat nou met die supporters? Gaan we er kort even over door. En daarna gaan we meteen naar de klassieker. Nou, het gebeurde ook wel eens als hij de bus uitkwam. Toen begon het al. En of ze dan die supporters dan een beetje oorlog wilden maken of zo. Maar ja, dat was de toon wel gezet. Alleen ja, die lange die werd alleen maar scherper daardoor. Dus hij had daar geen moeite mee. Dus de diverse ziektes, verwensingen, alles kreeg hij naar zijn rode hoofd? Ja, dat kreeg hij naar zijn kop. En het verbaasde me dat hij dus op zich wel vrij rustig kon blijven. Scheidsrechter straalde ook niet echt op. Nu wordt het wel vrij snel stilgelegd. Maar dat was in die tijd niet. Maar ja, goed, als die langer dan toevallig zijn goaltje mee kon pakken, dan werd hij alleen maar sterker. Ja, toch veel weerstand ook weer. Ja, ja, ik heb overal weerstand gehad. Ja, man. Elk stadion. Kijk, in het boek heb ik ook staat ook van, we speelden met Roda bij ADO Den Haag uit. En we wonnen die wedstrijd met 3-1. Dus ja, het was nog in het oude stadion. Ja. En dan heb je een hele grote schuifdeur was daar. Dus dan moet je naar de bus. Maar ja, er stond een man daar, zo kerel, maar die had ook zo'n mes op je keel. En hij zei van, je komt hier nooit, hè? Je komt hier nooit. Ik zei, natuurlijk niet, meneer. Zo. Ja, je hebt echt daadwerkelijk een mes op je keel? Ja. Nou, dat was zo'n mes, zo'n... Heftig. Waar jij je konijn mee een jasje uittrekt. Ja. Niet te geloven. Ja. En dan rustig blijven. Blijkbaar ben jij dan altijd toch weer rustig. Nou, ik kan het heel makkelijk van me afzetten, hoor. Ik raak niet van in paniek. Nee. Nee, kijk, de eerste keer ook toen ik bij Ajax een brief kreeg, er zat een kogel in. Ja, ja, ik zat naast Johnny van het Schip. Ja. En die zei van, ik zei, och, jij hebt natuurlijk allemaal die liefdesbrieven. Ik zeg, en ik kreeg één brief, één envelop. Jij was blij, ja. Dus was blij. Ik denk, nou, er zal ook wel wat in zitten. Ik zeg, nou, maar er zat een kogel in. Maar was dat vanuit de Ajax aanhanger of vanuit... Nee, er staat nooit een afzender bij. Nee, dat is wel... Ja. Ik denk niet dat het van een Ajax-supporter is, want het zou wel heel erg bizar zijn. Ja, mij ook, ja. Nou.
Ja. En scheermesjes ook, heb ik gehoord, in brieven en zo. Ah ja, ik heb van alles, joh. Galgen, hakenkruizen, scheermessen, kogels. Nou, dan een mes. Oh, maar hoe ja. kwam dat? Werd jij gehaat? Ik kan me helemaal niet herinneren. Nou, door supporters werd ik wel gehaat. Ja. Maar waar lag dat aan dan? Kijk, je was voor mij of tegen mij. Ja, dat is en dan, je zat geen tussenweg. Is er een vergelijk van een speler momenteel die dat, waarvan nu? Je denkt... Ja, wij hebben het wel eens over Michiel Kramer. Ik weet niet waarom, maar die nee, vinden maar we dat... allemaal een beetje een nare engnek of zo. Maar zo was jij toch niet? Tenminste, zo als... Nee, ik was een tien, dus even een heel andere... Kijk, ik deed alles wat God verboden had. Ja. Tot een bepaalde hoogte. En alleen maar om te winnen. Ja. En, maar dat deed ik elke wedstrijd. Maar dus ik gaf ook wel eens iemand, ja, kijk, er waren niet zoveel camera's. Nee, en er was geen vaar. Ja, ja er gebeurde wel eens wat. Ja. Ja, en dan, Hoe kijk jij nu naar Steven Berghuis dan? Want dan gaat natuurlijk zondag is de klassieker. Ja. En daar volg je natuurlijk ook wel een beetje hoe dat met zo'n jongen gaat. Het is natuurlijk iemand die bij beide clubs natuurlijk nu heeft gevoetbald ook. Ja. Of voetbald. Hoe zie jij dat nou? Nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Toen ik naar Feyenoord ging, er gebeurde eigenlijk helemaal niks. Nee. Ik stond alleen in de krant, ik ga naar Feyenoord. Ja, hè? Ja, en de supporters... Dus de invloed nu kijk, van nu, social media als, en zo? Kijk, ik krijg die mes om mijn keel, ik krijg scheermesjes. En nu krijg je 24 uur bewaking. Ja. Nou, daarvoor niet. Ik moest je aangifte doen. Nou ja, dat werd in de prullenbak gegooid en was klaar. Ja. Ja. Je had in jouw tijd natuurlijk ook nog geen social media en zo. Wat elkaar allemaal aan het opnemen. Nee, als we dat hadden gehad, dan was het hek helemaal van de dam. Ja, dat is allemaal verschrikkelijk geweest. Ja. Kijk, maar weet je wat gek is? Wij waren hier altijd in Amsterdam. Hè? Elke maandag zat Feyenoord, Ajax, soms PSV, Utrecht. Altijd in Amsterdam. De Bastille of zo? De Bastille. Altijd. Ja, elke maandag. Nou, ook al had je gespeeld tegen Utrecht, Ajax, Ajax, Feyenoord of Ajax, PSV. Maakt allemaal niet uit, was hè? Over. Maar het was helemaal... Je kon over de hoofden lopen. Gewoon gezellig, toch? Het was gewoon gezellig. Ja, goed. En je had ook geen trambeland buiten, want je ging natuurlijk ook nog ergens anders heen. Ja. En je werd niet uitgescholden. Nee. Ja, zo anders. Eigenlijk veel fijner, toch? Wel fijner ook. Ja, nou, want je zet je auto gewoon in de parkeerplaats en je ging wandelen en dan klaar. Oh, ga je weer daar? Ja, we gaan daarheen. Ja. Nou ja, prima toch? En dat rijmt bijna niet met wat je overkomen is dan bij Den Haag, wat je net zei, of de kogelbrief die je hebt gehad. Nee, maar dat zijn de individuen. Ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. En dat is natuurlijk nu helemaal bij social media zijn het ook individuen, maar die hebben een wat groter bereik. Ja. En het, het is sneu dat het nu gebeurt hoor. Het kan alleen maar erger worden, denk ik. Ja. Maar jij hebt niet het idee dat destijds de stap van Ajax naar Feyenoord jou kwalijk is genomen door de Ajax supporters? Nee. Nee, wat ik zei van toen ik Ajax Feyenoord kwam in het Olympisch Stadion, gingen ze me toezingen. Ja, dat vond ik wel, dat vond ik wel heel knap, ja. Maar dat is misschien ook wel had misschien ook wel met de reputatie te maken die je toen bij Ajax had. Niet om je tekort te doen, maar kijk, Berghuis is daar natuurlijk als grote man, aanvoerder. En uitgesproken ventje altijd geweest naar Ajax gegaan. En dat weet je, andersom zou dat misschien, als Tadić nu ineens naar Feyenoord zou gaan, dat zou hem niet echt in dank afnemen. Nee, maar ik lag wel goed bij de supporters overal. Ja, en dat is, het, want ik zag... Ja, ik ging overal naartoe. Of ik nou naar de supporters home ging of ergens anders. Ja. Maar ik ging altijd. Ja, dat is ook goed, want het zijn die mensen die betalen je. Maar ik denk dat jij ook heel erg, en ook nu, hè, maar ook denk in je boek en in je carrière altijd wel uitstraalt. Een jongen die ook op de tribune zou kunnen zitten. Zeg maar. Ja, daar ga ik ook. Ik zit ook op de Bunningside nog een keer. Ja, precies. Maar daar houden we toch als voetbalsupporters zich altijd al het meest van. Hè, van de jongens one of the guys. Waar je jezelf mee bijna kan identificeren. Nou ja, maar ik ging ook een tijdje terug ging ik naar AZ. Dus je parkeert je auto, je gaat lopen. Want bij AZ moet je nog een stuk lopen naar het stadion. Want het is een hele grote parkeerplaats. Door de wind. Waait altijd. Dus en dan loop je daar. En dan word je uitgescholden voor kankerlijen. Sorry voor het woord. Ja. Nee, maar ik zit me zo te kijken. Maar die man houdt zo'n klein kind vast. Ik zeg, nou, dat is een goed voorbeeld, hè, meneer. Zo. En alle mensen zitten zo te kijken van, wat zegt hij nou allemaal, joh? Ja. En niet één keer, maar gewoon, je bent een echte kankerlijen. Waar komt dat dan vandaan? Waarom zou een supporter van AZ
Maar ja, die ziet mij. En ik denk, nou ja, zal me eens even uitschelden. Dat is ook leuk. Ja, en niks te doen. Veel, ja, niet ongelooflijk. Ja. Het is wel mooi dat Rick van Leeuwen heeft ook geschreven over jou. Van, ja, je was niet per se fan ergens van of zo. Nee. Keek ook niet altijd naar Studiosport. Geen posters aan de, aan de muur of zo, toch? Nee. Ik had nog ineens een idee dat ik profvoetballer zou worden. Nee, hè? Dat vond ik mooi ook. Ja, nee. Want het is een beetje overkomen in de loop van de tijd. Nou ja, ik ging wel bij FC Utrecht onder het hek door. Ik ging al door stoerigheid ging op de Bunningside staan, weet je wel. En dat was natuurlijk wel mooi. Ja. Want ik had geen geld om op de Bunningside te staan. Dat kostte de gulden, geloof ik, toen. Ja. 1 gulden of 2 gulden. Maar ja, dat geld had ik niet. Nee. Ja, en dan klim je of dan kruip je onder het hek door met de vrienden van je. En dan, nou, dat was wel interessant. Maar ik had geen idool of zo, hoor. Nee, hè? Nee. Maar als je kijkt naar de huidige klassieken, wat verwacht jij voor wedstrijd? Wat verwachten jullie voor wedstrijd? Gewoon even op dit moment, anno nu. Nou, ik denk in ieder geval dat Ajax dominant is. Ja. Ja, ja. Dat valt te verwachten. Dat doet Ajax elke wedstrijd sowieso. Ja. Maar ja. Of dat maar we hebben ook gezien dat Ajax kwetsbaar is in de omschakeling. Ja, zeker, zeker. Ja, dus ik denk dat ze daar wel een woordje hebben over gesproken. Ja. We kunnen ook wel zeggen dat met Arne Slot toch wel een interessante nieuwe win is gaan waaien, toch? Ja. Van advocaat had ik niet wakker gelegen, maar nu... Ja, hè? Ja. Ah, maar het is zo, het gaat zo alle kanten op met Ajax momenteel, weet je wel. Dus dat je in een maand tijd wereldpotten speelt tegen Dortmund. Je kwalificeert uit 18 punten in de groepsfase van de Champions League. En tussendoor verspeel je punten tegen de kleintjes. En daar bedoel ik AZ niet per se mee, maar die hebben ook niet een wereldelftal momenteel. Nee. Ja, het is zo van het ene naar het andere. En ja, precies. Ja. Dus wat moet je nou voor zondag verwachten? Ik zou zeggen, ja, speel je deze wedstrijd 3 dagen naar Dortmund? Ja, we gaan ze helemaal oprollen. Maar nu sta ik hier het half in mijn broek te doen. Kijk, het is wel jammer dat er geen publiek zit. Vind ik wel interessant. Voor wie is dat jammer? Uiteraard is dat voor Feyenoord jammer. Dat lijkt me logisch. Maar Ajax-spelers vinden de vijandige sfeer in de Kuip vaak ook heerlijk om in te spelen. Oh jee. Ik heb vaak genoeg verloren van Ajax onder 5-0, hoor. Ja. Toen ik bij Feyenoord speelde. Zegt dat nog eens? Nee, maar het is zo. Toen waren ze echt op de top. Ja. Van Ajax. En dat was echt een fantastisch elftal. Winst uiteindelijk, hè? Dat elftal. Die 5-0, dat weet ik inderdaad nog. Toen was Van der Lem zat op de bank, toch? Toen was Van Gaal aan het scouten. Met Davids die volgens mij een hat-trick maakte. Ja. Nee, maar dat klopt. Fantasieopstelling. Ja. Maar klopt wat jij zegt. Hè? Het kan natuurlijk twee kanten op werken. Zo'n volle Kuip. Daar kunnen de Feyenoord-spelers kunnen er last van hebben. Bijna. Dat ze denken van, holy fuck, geen fout maken. Want gewoon dit is de Kuip. Ajax-zieden kunnen er ook zeggen van, ja, iedereen is tegen ons. Kom op, dat maakt je ook sterk. Ja, dat kan ook motiveren. Het is een beetje story of your life, John, denk ik. Iedereen is tegen mij, dus word je sterk. De jongens van Ajax maken ze eigenlijk niet zo druk meer om. Of nou 60 in zit, of 10.000, of nul. Nee. Ze spelen ook bij Lissabon, ze spelen bij Dortmund. Ja. Dat willen ze nou, man. Ja, en het spelen voor lege tribunes. Er zijn inmiddels meer spelers bij Ajax die daaraan gewend zijn geraakt dan die weten dat. Ik denk dat Timber meer wedstrijden zonder publiek heeft gespeeld dan Mel. Bijna wel, hè? Ja. Ja. Nou, dat klopt ook wel, zeker. Nou goed, de kracht van Feyenoord nu is helaas toch ook wel dat. Het zijn goede aankopen gedaan ook door Arnesen, zeg maar. Hè? Veel Scandinaviërs, zeg maar. Die toch even wat meer stabiliteit ook in die verdedigers, middenvelders. En of dat nou per se goede spelers zijn, of dat het daar allemaal net even in elkaar past met een trainer die het uiterste eruit haalt. Ja. Ja. Weet je wat het is? Ik kijk iets anders. Ik vind Feyenoord een team. Ja. Ze zijn een team aan het worden. En dat is het verschil. Individu, oké, er zijn er een paar. Ja. Is het dan ook zo dat, ben jij ook van mening dat dan het misschien voor Feyenoord helemaal niet zo vervelend is dat Berghuis is vertrokken? Ja. Want het draaide allemaal om hem. En dat is daar nu natuurlijk wel weg. Ja, ik denk als Berghuis daar had gezeten, dan hadden ze natuurlijk ook wel iets kunnen vinden met Berghuis erin. Dus en dan had hij zich eigenlijk moeten conformeren aan de trainer en aan het team. Ja. Het teambelang staat voorop bij Feyenoord nu. Ja, dat is zo ben ik kampioen geworden met Feyenoord. Ja. Wij waren ook geen goede spelers. Ja, we waren wel goed, maar niet echt de toppers. Maar ja, we waren wel een team. We gingen door het vuur. Ja, zo werden we kampioen. Je hebt hier wat namen op papier gezet. Ja. Waarvan ik denk dat als ze bij Ajax zouden spelen, zouden ze de bank niet eens halen. En dat bedoel ik helemaal niet lullig. Maar Dessers is toch wel her en der mislukt of zo. Nee, dat klopt wel. Ja.
Ja, dat is wel een verschil dat ze die hebben. Guus Til, volgens mij 3 jaar niet gevoetbald bij de clubs. En dat is helemaal niet om vervelend te doen aan de jongens toe. Hè? Want ik zie ook wel dat ze het hartstikke goed doen. En ja. Zo'n Til weer ineens in het Nederlandse elftal staat. Dat misschien nog wel terecht is ook. Maar die Frederik Ausnes, die maakt echt wel de juiste keuzes vooruit en zo. Juist wat John net zegt in de omschakeling. Daar moet je niet in vergissen. Dat moet je gedisciplineerd doen. Zou die bij Ajax spelen? Team, hè? Nou, dat weet ik niet. Misschien heeft Ajax dat soms ook wel eens wel harder nodig. Is dat die laatste man of is dat die middenvelder? Je hebt Trauner, dat is die verdediger. Dat is Oostenrijk. Daar ben ik wel gecharmeerd. Ja, die is ook goed. Die is ook sterk. Ze hebben bij aanvallende corners en zo ook. Maar verdedigen is heel goed. Het centrale duo is wel goed. Ja, Senesi en die Trauner. Dus Senesi heeft ook wel stappen gezet. En ze hebben een goede keeper. Ja, natuurlijk. Gewoon international staan. Ja. Onder de lat. Ja, dus dat wordt, we maken het spannender met een minuut, mensen. En zo is het ook gewoon. Ik denk als Ajax gewoon zijn Champions League niveau aantikt, zeg maar. En ze kunnen zich zo opladen. Dan ben ik er niet zo heel zenuwachtig voor. Maar dit is wel de eerste klassieker sinds jaren. Juist. Want waar met gelijk aantal punten. Waar echt wel de hoogspanning op staat, hoor, wat mij betreft. Ja, maar dat vind ik dus heel mooi. Dat het dus niet zoals afgelopen seizoen. Dat was heel treurig met die eigen goal en zo en al dat gelul. Nee, maar het moet de mooiste wedstrijd in Nederland zijn, toch? Ja, en precies. En dat lijkt het wel weer te gaan worden nu. Ja. Omdat het niveau veel kleiner is. In ieder geval Feyenoord in een goede flow zit. En Ajax in ieder geval aan de hand van de afgelopen week wat minder. Hoewel Feyenoord natuurlijk in de beker verloren heeft. Klein deukje voor wat het waard is. Precies. Ja, die laat ook niet gehoeven, hè? Nee, volgens mij niet. Ik kijk zo, stond die onderstal te keeper trouwens. Ja. Daar hebben ze goeie mee, hè? Nou, bij PSV. Om even zo'n soort bijna ruiltje met die drommel. Ik had er helemaal niks van. Toch. Het mooie, John, dat jij zegt het team. Feyenoord is echt een team. Want dat vindt Ten Hag bij Ajax af en toe wel eens ontbreken. En dit zei hij ook op de persconferentie voorafgaand. En daarom was ik heel erg boos. Hè, dat je niet de discipline opbrengt. En de regels niet nakomt. Hè. Dus dat is dus discipline. En het aan de wilskracht ontbreekt als er wat verkeerd gaat. Om het vervolgens op te lossen. Hè? En dat was niet één speler, hè? Maar dat waren heel veel spelers. En ja, die wilskracht, dat vond ik echt heel erg slecht. Ja. En dat vond ik, dat mag niet gebeuren. En dat is Ajax onwaardig wat we daar deden. Ik ga ervan uit dat de superscherp elftal, zeker richting afgelopen zondag, dat ze die boodschap goed begrepen hebben. Dat is het een beetje, toch? Het individuele spelers zou je kunnen zeggen, ja, dat is een kwaliteit meer. Maar als je een team hebt, joh, dat is zo waardevol. Ja, maar wat hebben ze gedaan met de Champions League? Ja, toen deden ze het allemaal wel. Ja, dat is gek, hè? Ja, maar goed, wij hebben een tijdje terug, we hebben nog eens een keer een gast gehad. Hè? De sportpsycholoog. Die ging toen helemaal uitleggen waar het bij Ajax aan schort. Of dan iets psychisch of mentaals is om je niet te kunnen opladen. En dan denk je, oké, dus dit incident is dus geweest. Je hebt die punten al verspeeld. Ja. Nu weten we wat we moeten doen om wedstrijden zoals tegen Dortmund op de mat te leggen. Waar dat dus blijkbaar... Ja. Heb jij dat in jouw Ajax-tijd ook meegemaakt? Dat het is allemaal weer te makkelijk. Jawel. Ja, maar wij hadden Bergkamp. Die scoorde altijd. Ja. En wij hadden wel een aardig elf. We hadden geen kampioen, hoor. Net niet werden we geen kampioen. Nee. Maar wij hadden ook eigenlijk kampioen moeten worden met het elftal waar ik in speelde. Ook sommige wedstrijden, volgens mij speelden we 0-0 in Utrecht. Nou, dat sloeg helemaal nergens op. Nee. Ja. Maar dat kan je hebben. Dat is zo'n wedstrijd tegen SVV heeft Ajax ook gehad. Ja, dat er gewoon eentje valt erin. Zo. En, maar ja, goed. Het zegt wel iets over de mentaliteit blijkbaar die echt nodig is. En zondag weer nieuwe ronde, nieuwe kans om... Daar, en vinden jullie even in detail de Mazraoui vervangen door? Want die gaat niet spelen. Hè? Ja, zelf als ik het als ik kaal en schor zou zijn, dan zou ik kiezen voor Timber naar rechtsback en dan Perschuurs. Toch Perschuurs erbij. Ja, ik denk, kan ik in meegaan? Vind jij dat range? Het is een beetje range of divine range? Ja, range. Laconiek. Maar misschien ook wel heel snel op het paard getild vorig jaar. Al meteen bij het Nederlands elftal. En hij werd zoveelzijdig. Afgelopen week ook tegen Barendrecht. Ook heel makkelijk. Het leek wel of het niks interesseerde. Ja. Zo loopt hij erbij. Ja. Hij kan wel goed voetballen. Ja. Maar precies dat is wat je dus niet nodig hebt. Dat de jongen zo laconiekerig alles doet, toch? Dat zeg ik, dan ga ik voor jouw optie, toch? Want per Schuurs kun je altijd wel... Dat is de Nederlandse bank, zeg maar, toch? Die doet het gewoon. Die doet het gewoon goed. Je hebt gewoon geen goede tweede rechtsback. Nee. Nee. Is echt zo, ja. En je hebt wel een goede tweede linksback.
Ja, ja. Maar ik denk dat op het moment dat Rens zich dat beseft, dat wel zou kunnen worden, zeg maar, in potentie. Ja. Volgens mij kan er is hem alles aan gelegen om dat te doen. Want Mazraoui blijft niet heel lang meer Ajax, denk ik. Nee, ook dat. En juist Mazraoui in de combinatie met Anthony, die gaat ongetwijfeld weer spelen natuurlijk zondag, is een heel lekker lopende tandem al het hele seizoen. Ah, dus als men dat één van die twee dus wegvalt, dan moet je een koppeltje volgens mij ook gaan zoeken om Anthony zoveel mogelijk te laten floreren. Had jij dat ook, John, in jouw tijd dat je met bepaalde spelers vanaf het begin een klik had? Dat je gewoon van elkaar wist hoe je... Nou, kijk, je hebt natuurlijk heel vaak met... Je kan ook, toen ik met Bergkamp speelde, ja, het is een genot om te voetballen. Ik stond ook met mijn mond open. Dat kan toch niet, joh. En Bergkamp had dat met Jonk, hè, als je het goed herinnert, met de pasen en precies op het juiste moment aanspelen. Maar inderdaad, maar wij moesten ook bepaalde looplijnen doen. En terwijl, kijk, hij liep altijd diagonaal een beetje, Bergkamp. En dus dan moest je al goed oogcontact hebben om weg te trekken, om die ruimte te creëren voor hun. En dan als hij de bal had, Jonk, dan moest je al overal kijken. Waar je heen moest lopen. Ja. Want deed je het verkeerd, dan kreeg je al een godverdomme over je heen. Zo is het wel. Ja. Dus heel erg opletten. Dan speelde Dennis Berger meestal een soort 10. Die speelde positie. Al 10. Die kwam en dan was jij gewoon de diepste, zeg maar. Wel mooi. Je hebt eigenlijk als toch ook dat boek, hè, want dat, je gaat ze straks ook nog even signeren en de mensen kunnen hem winnen. Hè, dus dat moeten we ook even benadrukken. Ja, deze man heeft gewoon met mijn twee favoriete AX. Liedmanen. Ja, ook toch trouwens. Oh, ja, had je net nog even over. Maar Bergkamp en Pettersson, man. Jeetje, Mina. Ja, dat waren Pettersson is jeugd. Pettersson, ik heb toevallig met hem een foto gemaakt. Toen lagen we met z'n tweeën in één bad. Toen speelde ik bij Feyenoord. Dat ging over Feyenoord Ajax. Oh, ja. Twee rode in bad. Maar het is gewoon een hartstikke aardig jongen. Ik kreeg geen kwaad woord over zeggen. Gozer, ja. Nee. Dat maakte hem misschien ook wel zo populair. Net als Liedmanen natuurlijk. Die kon ook nog heel goed voetballen. Pettersson ook trouwens. Ander type, hè? Liedmanen was veel gesloten. Volgens mij Pettersson was gewoon een makkelijk type, toch? Nou, nee. Niet? Pettersson was ook gesloten, hoor. Ja, toch wel. Ja. Okay. Die was niet echt om te gieren en te brullen, hoor. Nee. Ja, maar jij hebt een ander instapniveau, om zo met humor, toch? Of niet? Goed, humor. Kijk, zonder humor dan kan je niet leven. Nee. En kijk, we hebben natuurlijk wel heel veel kattenkwaad uitgehaald in de kleedkamers ook. Tuurlijk. Tuurlijk, zeker. Nou, mooi. Je hebt eigenlijk, en daar zijn we ook wel een beetje jaloers op, echt heel erg van dichtbij, die De Meer, hè? Ja. Wat natuurlijk een soort magisch iets is, wat ook vervallen was. Weet toch... je wat het mooiste was? Het grasveld. Dat veld, in die dat tijd dat jij helemaal speelde, nergens was het op. Echt te gek, hè? Ja. Het was boterzacht, maar elke week was hij weer zo mooi. Ja, goed, hè? Ja, knap, hoor. Een heel mooi matje, hè? Ja, te maar gek. Je moest wel... Ik ging naar Anderlecht. Ik kwam van Rode JC af. Ja, die had een knollentuin. Ja. Maar ik ging naar Anderlecht. Nou, ik wist niet waar ik overkwam. Die bal ging 10 keer sneller. Daar heb je gewoon heel veel moeite mee. Hè? Dus op het trainingsveld. Maar toen je voor het eerst in het stadion kwam van Anderlecht. Nou, dat was echt millimeter. Schitterend, hè? Ja, en als je dan een bal speelt. Dus dat gaat al sneller. Ja. Dus net met een pitje van het honkballen. Dus je moet je eerder slaan. Ja. Hetzelfde anders reageren. Ja. Nu met kunstgras, een beetje die overgang is hetzelfde, toch? Als je kunstgras is gewoon niks. Ja, nee, helemaal niks. Maar even het verschil met de ballaanname en het stuiten van zo'n bal. Dat, en zo. Weet je? Nee, maar De Meer was echt genot om op te voetballen. Ja, ja. Mensen met liefde, toch? Waar speelde je liever, Olympisch Stadion of De Meer? Nee, kijk, Olympisch Stadion speel je de grote wedstrijden. Mm-hmm. Ja. Maar De Meer is gewoon echt, dat was altijd vol. Ja. En dat was zo... Weet je, je huiskamer. Ja, dat toch? Is... En ook als je de kleedkamer uitkwam op de vloer, weet je wel, het was eigenlijk van die tegels. En die noppen hoorde je gewoon zo lekker zo lopen. Schitterend. Ja, en het Olympisch Stadion had je dat ook, maar dan had je een tunnel die was bijna 300 meter lang. God allemaal. Kun je er warming up in doen, dan had je het Dat is heel end, hè? Was het allemaal langs beton. Ja, maar alles was ook verrot beton. Ook, hoor. Ja, echt, hè? Oh, die kleedkamers ook. Jongens. Ja, nou, dat sloeg helemaal nergens op. Ja. Maar dan kwam je dus de tunnel door op het veld. En dan wist je, er zit een grote wedstrijd. Want anders speel je niet in het Olympisch. Dat is dan wel weer... Nee, dat is ook... En zelfs toen maar alle wedstrijd in het Olympisch Stadion tegen Fluminense. Dus was het stadion ook vol. Ja, het ging ook niet wat zag. Dan heet dat zomeravondvoetbal. Maar dat was echt te gek. Goede wedstrijden waren. Dat was echt heerlijk, man. Ja, goede clubs ook. Ja, zeker. Ja, Sampdoria, dat is ook niet niks. Ja, die waren toen Europa Cup 1 winnaar, denk ik, of niet?
Daar gingen toen op een gegeven moment de finale natuurlijk spelen. Tegen Barcelona. Tegen Barcelona, ja. Ja, klopt. John, we blijven nog heel even bij. We doen nog even wat mooie plichtplegingen hier. Ja, is goed. Zoals de agenda. Blijf vooral luisteren, want je zult ook... wie ben jij dan? Dat is een rubriekje dat we hebben. Zul je herkennen die Ajax? Verwacht ik zomaar. Mensen, het nieuwe Ajax Live magazine komt er weer aan. Hij ligt hier ook. Met Davy Klaas ook op de cover. Daar mochten ze allemaal vragen aan stellen. Nou is het geluidskwaliteit niet helemaal optimaal, maar we horen toch even kort over de klassieker en de broer van Davy. Hoe vaak hebben jullie elkaar vroeger de tent uitgevochten omdat hij verfijnd is? Ja, wel vaak. Veel strijd, zeker rond onder wedstrijden. Dat we altijd, ja, ja kijk, wij hebben natuurlijk vaak wel lol, omdat Ajax natuurlijk vaak wel lol. Maar als Feyenoord won, dan ging hij ons wel uitdagen. Ja, broertje Aaron, die is voor Feyenoord. En ik vind dat mooi. Weet je, ik meen het serieus. Ja, binnen een gezin. Binnen een gezin, maar toch, weet je, je kunt elkaar, elkaar in de maling gaan nemen. Misschien word je een keertje boos, maar dat is toch mooi. Zo moet het ook zijn. John, wij zijn heel erg voor normalisatie met een heel mooi woord. Wij vinden gewoon dat supporters gewoon lekker met elkaar, zoals jij zegt, bestieën, spelers, ja, bij elkaar. Ga gewoon even een biertje drinken. Ja, maar ja, in Engeland doen ze het toch ook? Ja. Ja. We lopen ook alles door elkaar in, hoor. Ja. Zeker, ja. Dus daar zijn we erg voor. Ja, goed, in die zin, daarom is het toch ook zo mooi dat, dat het zondag een klassieker is, ja, waar het er wel echt serieus om gaat. Ja. Dat is lang niet zo geweest en ja, daar geniet ik alleen maar van. Zeker. En ja, moet wel goed aflopen van ja, Ajax. Precies. Ik wou zeggen, want anders staan ze derde. Maar dan, ja. Anders, ja. Ja, nou ja, nee, ja. Maar dat wat John zegt, zo hard kan het wel gaan. Ja. Ja, ja. Naar AZ wordt je ineens ingehaald op PSV. Nou, het leek wel alsof het plotsklaps gebeurde, terwijl het zat er al een tijdje aan te komen. Ja. We krijgen dadelijk, als alles doorgaat, de Afrika-cup, ben je Haller een tijdje kwijt. Nou ja, en dan krijg je Utrecht en PSV volgens mij. Ja. Dus het kan zomaar dan ineens heel hard gaan. Dus ja, het is echt wel belangrijk. Nee, dat klopt ook. Nou, mooi. Dat is goede spanning, positieve spanning ook. Ook voor Jimmy James Kabuta, mensen. Ja, wie is dat dan? Dat is iemand uit Tilburg. Die heeft de vorige keer goed geraden dat we... Ja, Winston Bogarde in de Wie ben jij dan hadden. Schitterende naam. Jimmy ja, James Kabuta. Ja, hij zou zomaar in de spits kunnen staan, jongens. Dat, ja. En dan kom je uit Tilburg. Dan kom je uit Tilburg. Maar weet je, ja, ik heb nog een vraag eigenlijk. Tuurlijk, hè? Zeker. Hoe is het mogelijk dat Ajax geen spits kan opleiden? Ja, dat is een goede vraag. Ja, daar hadden wij het laatste ook al steeds over. De komende laatste tijd, de ene de andere verdediger komt door. Ja. Helemaal niet des Ajax. Maar vind jij Brobbie dan zo'n spits? Of vind je dat ook nee, ook niet. Nee, vind ik ook niet. Wat is een Ajax-spits? Een Verbassen-spits? Een Bergkamp-spits? Ja, ik zo'n Valoen misschien. Maar kijk, Ruud ligt aan wat voor type speler je nodig hebt. Ja, dat is de meetlat wordt toch vaak wel gelegd dan ook langs bijvoorbeeld iemand als Patrick Kluivert, toch? Ja, maar dat, was, alles dat, kan. Dat is dan de laatste spits die je zelf hebt opgeleid. Ja, dat is een tijdje terug, hè? Ja, dat is een tijdje terug. Ik had zelf heel lang de hoop op Dolberg. Weliswaar een Deen, hè, maar die kwam al jong naar Ajax toe. En die brak ineens door. En die was ook zo veelzijdig. Met snel aanspeelpunt, doelpunten maken. Die kon met de rug naar het doel. Die kon met zijn neus naar het doel. Maakte helemaal niet zoveel uit. Maar dat heeft uiteindelijk anderhalf jaar geduurd. En toen was die jongen het helemaal kwijt. Ja, en, wat John bedoelt echt gewoon een beetje 10 jaar of zo. Nee, precies. Opleiding, ja, dat snap en dan ik. Echt Amsterdams bij de handje en dan in de spits. Ja, het is een terechte vraag. Een hele terechte vraag. Ja. Waar wij volgens mij kunnen Ajax er ook helemaal geen antwoord op geven. Nee. Denk ik. Maar wat is volgens jou een typische Ajax-spits dan? Want dat is natuurlijk ook de vraag, hè? Wat is nou een Ajax-spits? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk Bergkamp gehad. Dat is wel een type Ajax-spits. Hè? Hij speelde toen met mij al op 10. Hè? Maar hij heeft natuurlijk ook altijd in de spits gespeeld. Pettersson. Ja. Het is een Ajax-spits. Mm-hmm. Mister Ajax. Nou, maar weet je, door Michael van Praag. Maar zelfs jouw stadsgenoot natuurlijk, Marco van Basten. Ja. Die is ook niet echt door Ajax opgeleid, hè? Nee, dat kan van Nederland. Weet je, dit is ook niet echt door Ajax. En weet je, heel veel spitsen die Ajax in het verleden heeft gehad, of je het nou over Ruud Geels hebt of anderen, die waren op dat moment in het systeem met dat elftal en die selectie heel geschikt. Mm. Daarom ben jij ook gehaald, volgens mij, John. Want vleugelspelers, voorzetten, en dan moesten ze een keertje eentje inkoppen, toch? De ideale plan B-spits waar Ajax nu op wacht, toch? Nou, vind je dat? Wat vind je nou van zoiets, plan B-spits? Want het gaat dan over jou nu, John. Nou ja, die moeten er zijn. Kijk maar naar Dessers. Die schiet Feyenoord 4 keer in de laatste minuut naar de winnende. In Berlijn. Dat is wel. Kijk, hij is geen basisspeler, maar dat zag je wat tegen Twente. Ja, maar je zegt Brobby vind je ook geen Ajax-spits. Daar is Ajax, het schijnt wel heel hard mee bezig om die terug te halen. Wat vind je daar dan van? Nou ja, goed, ze moeten wel iemand... Kijk, ze hebben niemand achter de hand met Haller. Mm-hmm. Wie moet er dan in de spits? Ja, maar daar hadden we het laatst over. Moet dan Haller eigenlijk je plan B-spits worden? En moet je een betere halen dan Haller? Kijk, het is bijna cijfermatig doet Haller het heel goed. Ik denk ook niet dat hij zomaar op de bank zal belanden. Maar hij is eerder een pinch hitter met zijn lengte en hij is kopsterk.
Ja. Of moet je iemand halen die nog kopsterker is? Of moet je juist een heel ander type halen? Maar weet je wat het gek is? Het Champions League niveau haalt echt een fantastisch niveau. Ja. Maar competitie is het gewoon onder het niveau. Kijk, hij scoort. Hij scoort wel veel. Maar doorvoetballen met hem, dat is heel moeilijk. Moeilijker, ja. Ja. Maar ik zou dan toch nog steeds een ander type halen dan dat Haller zelf is. Toch? Wat meer bewegelijk. En iemand met wat meer snelheid. Ja, ik wou net zeggen. Snelheid is wel belangrijk. Ja. Ja. De Tadić variant, want die is in de Champions League voorheen natuurlijk gebruikt, was veel meer opvangen, bal aan, Patterson-achtige manier van voetballen. Zodat het doorgevoetbal kan worden, dat bedoel je. Ja, maar weet je, Ajax speelt altijd op de helft van de tegenstander. Ja. Overal. Of het nou Champions League is of competitie. Klopt. Altijd. Klopt. Dus je moet een speler hebben die ook in de kleine ruimtes terecht kan. Dat, hè? Ja. Je moet een speler hebben die de bal vast kan houden. Ja. Nou, Haller verliest heel vaak de bal als hij mat aangespeeld. Zeker. Ja, hoe dat mogelijk is, dat weet ik niet. Ja, dat klopt. Ja. Wel, ja. Kijk, ik zei altijd, je hebt niks van niks gekregen, deze twee handen van God. Ja. Ja, daar mag je alles mee doen. Ja. Maar hij doet er niks mee. Nee. Maar in de Champions League, man. Ja, ongelooflijk. Dan draait het hele team natuurlijk ook een stuk beter. Ja, maar dan hebben ze ook meer ruimte, dat begrijp ik ook wel. Ja. Maar in Nederland zijn er in één keer 7 op 1 lijn om te verdedigen. Ja. Wat jij vandaag de dag doet, hè? Zit daar nog een spits bij van ons? Met spelersbegeleider, Wij hadden een speler, en die, het is wel een Georgische speler. Die speelde bij Ruben Kazan. Oh ja. En die was wel aangeboden bij Ajax. Okay. En, maar die is het niet geworden. Jammer. Maar die was meer een Tadić-achtige voetballer? Nee, dat was een buitenspeler. Buitenspeler, ja. Okay. Heel snel. Als we daar toch al een Georgische spits hebben. Arveladze. Arveladze was er ook wel eentje, vond ik hoor. Ja. Maar ook daar werken wij ook mee. En kijk, je hebt Arveladze, Kinkladze. En schaai alsjeblieft uit die namen, daar breekt je tong over. Ja. Maar die zijn nog steeds de grootheden in Georgië. Ja, dat kunnen we ons ook wel voorstellen. Maar ook niet door Ajax opgeleid. Dit was echt een gevonden spits in Turkije. Maakt dat per se uit? Nee, misschien is dat vandaag het feit dat wat John natuurlijk aan ons terecht vraagt is, waarom komen ze niet meer uit die fabriek van Ajax? Ja. Waarom komen daar bijna alleen maar verdedigers door en geen aanvallers, laat staan spitsen? Ja. Ja, dat is inderdaad heel vreemd. Ja. Maar nou ja, ik heb één wedstrijd gezien van Jong Ajax. En dan liep ook een buitenlandse spits in. Ja. En die is ook best wel redelijk gezet. Maar die ging ook alleen maar vragen om de bal ergens op het middenveld. Ja, er zijn er door de afgelopen jaren natuurlijk wel heel veel al soort van weggekocht op hun 15-16e. Kijk, zo'n Redan die nu bij PEC Zwolle speelt. Ja, dat is natuurlijk ook helemaal niet geworden wat hij er zelf waarschijnlijk van verwacht had. Maar in het verleden Malen. Die komt ook uit deze opleiding. En die zijn al heel vroeg weggehaald door andere clubs in het buiten. Dat is natuurlijk ook de pech misschien die Ajax de afgelopen jaren heeft gehad. Ja. Want als die Malen wel was gebleven, was dat nu onze spits geweest, denk ik. Nou, dat zou zomaar kunnen. Maar toch. Ah, ja. John, ik vind dat iedereen het boek moet gaan kopen. Vind ik ook. Maar ze kunnen hem ook bij ons winnen, dus dat is mooi. Dat is hartstikke goed. En dat kan ook bij de Wie ben jij dan prijsvraag. Mensen moeten mailen naar redactie. Want ik vergeet het altijd. Dus ze gaan nu heel erg naar mij kijken. Van, gaat hij het goed zeggen? Ja, ik ga het nog een keer proberen. Belangrijk, ja. Mail naar redactie@svajax.nl. Naam, lidnummer en postcode. Want dat is belangrijk. Dan kunnen we het even checken. En dan moet je dus raden wie je hier hoort. Who are you? Nee, ik bedoel, ik denk dat de opdracht vanzelf is gegaan. We hebben allemaal een goede vakantie gehad. Die is niet zo moeilijk, toch? Oh, shit. Begin je met de schone lei. Je hebt elkaar 4 weken niet gezien. En dan is het gewoon over en opnieuw beginnen. Met frisse moed. En ik denk dat meer dan genoeg is. Ja, ik zou het ook, John, het zou erg zijn als jij hem niet herkent. Ja, nou, als Rek uitstaat zo meteen, dan mag je het antwoord geven. Goed? Ja, ik weet zeker dat je het weet. Want is nee, ik weet hem zeker, 100%. Ja, voor de anderen, wat jongere Ajaxiden die dan zitten te luisteren. Weet je op wie het lijkt? Het is hem niet, dus ik kan het gerust zeggen. Ja. Het doet ook wel een beetje aan Martijn Reuser denken, die stem. Het is hem niet, dus je kan het rustig zeggen. Maar ja. Het is een beetje jaren 90 Amsterdamse zit het, hè? Dat is het zo ongeveer, denk ik. Beetje slopies, ja. John. Echt heel erg bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. Waar ga je de klassieker kijken? Ja, waar ga je kijken? Dat is een goede vraag. Ja, gewoon thuis. Ja, we moeten anders kijken. Ja, nee, niet in het stadion. Nee. Anders had ik denk ik hier gezeten. Ja. Ja. Oké, goed. Ja, mooi. En jij dan? Ja, ook thuis. Ja, het is niet anders. Ik ga het niet zeggen. Ze spelen wel om 2:30, hè? Dus je kan nog de kroeg in. Ja, dat zou kunnen. Nou,
kunnen we ons daar in ieder geval op verheugen. Wat mij betreft. En als jullie dan even zeggen wat ongeveer de verwachting nog is, kan ik de mooie eindtune vinden. Oh, de verwachting Feyenoord-Ajax? Ja. Moeten we allemaal even een voorspelling doen? Oh ja, 0-2. Nou, dankjewel. Ja, prima, daar tikken we mee ik af. Ik ben nu aan het tekenen, ik denk 0-2. 0-2, die noteren we. Ja. John, dankjewel. Roy, yes. Floris, yes. Thank you.